De schrijversgroep 77 heeft gisteren haar maandelijkse themaavond georganiseerd. Tijdens de avond heeft de organisatie stilgestaan bij het leven van twee schrijvers die eerder in de maand het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. Het gaat bij deze om Albert Munro en Corlie Verlogen, pseudoniem van Rudy Bedacht. Oswald Osje Brouwmuller, directeur-eigenaar van Torik Osso, memoreerde dat hij Munro al jaren kende. Osje gaf verder aan dat hij de schrijver via zijn vader Palem leerde kennen. Albert is via mijn vader, heeft hij al contact gekregen met de NPS, is hij natuurlijk dicht bij Aaron. Mijn vader was op de stoep iedere dag met die mensen. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat Albert dus dan in een mooie functie als districtscommissaris werd geïnstalleerd. En daar is het mee begonnen. En ik zat daarna in Italia. En Albert is, omdat ik dus samen met Albert en mijn vader wel eens op stap ging naar onze Boiti, heeft hij een beetje die band met me behouden. En hij kwam dus in Italia en dan mijn Gittori in Italia. En ik moet ook zeggen dat zijn zoon hier zit vanavond. En Albert heeft een heleboel leuke dingen met ons meegemaakt, maar ook een heleboel vervelende dingen. Onder andere de lelijke dingen van Riffo en zo. Albert was echt tegen dat Riffo-ding. Robbie Rappa Parabir Singh, voorzitter van de schrijversgroep 77, geeft aan dat hij Albert Munro ook als jongeling heeft gekend, maar dat hij niet zo bekend was met Corlie Verlogen. Geboren als Rudy Ronald Bedacht, 14 september 1932 te Paramaribo, overleden te Amsterdam 2 oktober 2019. Hij had blank, tegenwoordig zeg maar wit, ja, Indiaans, tegenwoordig zeg maar inheems, en Creools, wat zeg maar tegenwoordig? Creole, oké. Okay. Hij was dus van bloed door zijn aderen stromen. Hij is journalist, dichter, schrijver, muzikus, muzikoloog. Ja, we gaan straks daarover toch iemand uitnodigen om wat daarover te vertellen. Die andere kant van Rudy Bedacht, zijn muzikale kant. Hij heeft achtereenvolgens gewerkt, gewoond en gestudeerd in Suriname, Nederland, terug naar Suriname, naar Zweden, weer terug Nederland, naar Suriname, ja, weer Nederland. Nou, veel gereisd, Zuid-Amerika heen, merkt in vele gedichten dat hij die Zuid-Amerikaanse sfeer meetrekt. Ja, vooral ook in die periode dat er nogal wat guerrilla-activiteiten tegen het groot kapitalisme in Zuid-Amerikaanse landen en oorlog in Vietnam aan de gang was. Robbie Rappa Parabir Singh, voorzitter van de schrijversgroep 77. Hij sprak gisteren tijdens de maandelijkse themaavond van de organisatie. Een onderdeel van de avond was de In Memoriam, een activiteit waarbij twee overleden leden, Albert Munro en Corlie Verlogen, zijn herdacht.